Zorg bij de installatie van de Lubron EasySoft dat het zeefje van de CA-klep altijd op de juiste plaats zit. En zorg ervoor dat de waterstroompijl de juiste richting op wijst en plaats de overstroombeveiliging recht naar beneden. In deze situatie is gebruik gemaakt van een kortsluitleiding voor de wateropharden en van de koperen leidingen om knikken te voorkomen. Alle leidingen worden ontdaan van bramen. En alle leidingen worden goed vastgezet. Via deze aftapkraan wordt later water getapt om de hardheid van het water te controleren. De PVC-afvoerleidingen worden op maat gemaakt, daar waar nodig geschroefd en goed ingelijmd. De flexibele slangen worden met bijgeleverde slangenklemmen vastgezet en aangeknepen met een tang. Een ontharder heeft dus in totaal 3 afvoeren die aangesloten moeten. 1 op de CA-klep, 1 op de regeneratieafvoer en 1 op de noodoverloop van het kabinet. Controleer of de waterontharder correct is aangesloten en zet langzaam waterdruk op de ontharder. Druk net zo lang op de linkerknop tot de tijd in beeld verschijnt om het regeneratieproces te starten. Draai dan de bypasshendel langzaam naar de serverstand. Om door alle stappen van het regeneratieproces door te lopen, wordt geadviseerd de handleiding erbij te pakken, zodat alle stappen zorgvuldig en in de juiste volgorde plaatsvinden. Creëer voor het instellen van de juiste hardheid een waterafname op één van de tappunten. Meet de hardheid middels de bijgeleverde testset. Pas na het testen de rest hardheid aan de gewenste waarde middels het naadventiel. Indien het ventiel geheel is ingedraaid, is de rest hardheid 0 graden Duits. Door het uitdraaien van het ventiel wordt de hardheid verhoogd. Zorg ervoor dat tussen de metingen voldoende water wordt weggespoeld, zodat het water in de leiding tussen de waterontharder en het tappunt volledig is ververst. Voor het instellen van de waterontharder druk je beide knoppen met de pijlen tegelijk in. Op het display verschijnt DO7. Dit betekent dat het systeem elke 7 dagen gaat regenereren. Dat is nodig om de veiligheid te garanderen. Bij de stand RT kun je de regeneratietijd aanpassen. Bij de H stel je het verschil tussen de inkomende hardheid en de resthardheid in. SF is de safety factor. Je hebt 20% reservecapaciteit. Open de waterontharder door aan het klepje de bovenkant te trekken. Vul het systeem met 10 tot 15 cm water en vul het daarna af met het daarvoor bestemde zout. Als het systeem is afgevuld, dan trekt u aan het knopje aan de bovenkant van het systeem om de deksel weer te sluiten. Uw systeem is nu volledig bedrijfsklaar.